En hier de snoer. De vloer doe ik hiernaast. Ja, de vloer. Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Knol Power! Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar gloe. Ik loop niet vast, gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Enzo Knol, naast mij zit D. Maar die doet helemaal niet mee in deze aflevering, maar ik wil het gewoon zeggen, want het klopt wel. Wat ben jij aan het doen, D? Oh, ze is filmpjes aan het kijken. Wat voor filmpje? Ah, gat D, dat hoef je niet te weten. Gadverdamme. Anyways, deze... Grapje D, niet zo boos kijken. Niet zo boos kijken! Oh, ze kijkt niet meer naar mij. Ik heb geen goede indruk gemaakt. Ik krijg geen seks vanavond. Dames en heren, tof dat jullie allemaal weer zijn. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reacties die ik deze aflevering in beeld ga laten komen. En nu zien jullie nog helemaal niemand behalve ik in beeld. Met een greenscreen trouwens. Die reactie ga ik wel even in beeld laten komen nu alvast. Met een sound effect van de gast die al wel in de server zit. Alleen een sound effect wil ik horen van hem. En die reactie is van Kelvin Boering. En die zegt, hey Enzo, ik vind persoonlijk een greenscreen mooier. Groetjes Kelvin. Dankjewel voor je reactie. Zo waren er nog heel veel mensen die zeiden, een greenscreen is veel beter Enzo. Dus daar ben ik weer, met een greenscreen. En ik heb het gefixt. Hartstikke mooi. En nu ga ik naar buiten en als ik dan naar rechts kijk... Dan... Oh, als ik naar links kijk, dan... Oh, een tijger, hey! Ja, link, hè? Links, links. Snap je hem? Ja! Ja. Oké, die was echt fucking goed. Ik ben samen met Link Tijger, oftewel Michael. Ja. Tof dat je erbij bent. En het is echt heel erg geinig, want voordat ik op vakantie ging... Toen had ik een reactie geplukt onder een video... Van een hele toffe kijker. En die reactie die ga ik in beeld laten komen met alweer een sound effect van Michael zelf. Oké, hier komt ie. Karel Joren. En die zegt, Enzo, neem een keer op met X-Link-Tijger. En deze reactie heb ik dan van de aflevering van gisteren. Maar ik heb nog een andere reactie, maar die ben ik helaas kwijtgeraakt. Maar er is niks aan gelogen. En als ik hem nog terugvind, dan laat ik hem sowieso nog een keer in beeld komen. Had ik serieus een reactie geplukt met neem een keer op met Linktijger. Dat lijkt me super tof. En dat had ik al voordat Milan dus met jou ging opnemen. Dus toen dacht ik, het is nu gewoon ideaal om het gewoon... First! Huh? Ken je dat spelletje? Ik denk dat ik nu het wel te laat ben. Ja. Je ziet rechts de Enzo Knol timer. En als die op 0 zit, dan krijg je first. En wie het eerst first zegt, die heeft gewonnen. En aan het einde van de aflevering kijk je wie het beste was. En die krijgt de eer van de aflevering. Ah, oké. Okay. Ik ga erop letten dit keer. Oké, we staan gewoon 0-0, want je wist het nog niet. Maar nu gewoon die hard, hè? Daar ben ik er klaar voor. Kom op. Maar dat vond ik wel even leuk om te vertellen. Wij gaan deze aflevering het een en ander eventjes doen. Voor de allereerste opdrachten geef ik jou even een name tag. Okay. Want wij gaan onze naam, of onze zwaard, een naam geven. Heb je trouwens al een zwaard? Ik heb alleen dit ding. Wat is dat? Oh, het is een Prismarine Shard. Ja. Heb jij serieus helemaal geen armor? Gewoon niks? Ik heb helemaal niks van Milan gekregen. Oh my god. Dat zit niet in onze opvoeding hoor. Wij weten beter. Nou, ik zat een beetje te twijfelen. Nou is Enzo ook zo dat hij me niks gaat gunnen, maar gelukkig. Nee. Ik heb de gunfactor vandaag echt over 9000 gewoon. Zo. Ik heb alleen wel een diamond zwaard en die heeft al een naam. En je moet juist een zwaard hebben die geen naam heeft. Dus, nu denk ik van, weet je wat? Omdat ik voor de eerste keer met Linktijger ga opnemen, ga ik wel even een diamond zwaard voor jou maken. Want ik ben level 37, dus dat wordt meteen een fucking goed zwaard. Ah, kijk eens aan. Het is wel even een hele goede service. In de tussentijd laat ik nog wel even een reactie in beeld laten komen met alweer een sound effect van Linktijger zelf. En, wow, die was goed. Dank je. Deze reactie is van Luca van der Pauwkraan. En, een hele rare naam trouwens. En die zegt, Minecraft 1.9 komt pas uit in oktober. PS en zo, super video. Nou, dankjewel. Tof dat je het een super video vond, de vorige. Maar de 1.9, die komt dus pas in oktober uit. Er waren nog een aantal mensen die zeiden van... Yo Enzo, de 1.9 is al wel uit, je lult, je barst het, je liegt. Maar dat klopt niet mensen, dat is een snapshot of zo. Weet jij wat dat is? Ja, snapshot is zeg maar een dingetje dat ze alvast laten zien wat ze in 1.9 gaan doen. Ze dus laten dat... alvast een sneak peek, zeg maar. Een sneak peek, dus een soort van beta wat je kan spelen zodat je weet wat eraan komt. Ja, maar dan is het nog allemaal met heel veel bugs en het werkt allemaal nog niet zo heel goed. Beetje om te laten snuffelen.
Oké, nou dat is dus een snapshot. En als jullie dus denken van 1.9 is er, dat is dus de snapshot. En niet de officiële, de eindrelease, zeg maar. Die moet dus echt nog komen. En blijkbaar volgens Luca van der Pauwkraan komt die uit in oktober. Ik weet niet of jij daar iets over weet. Ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Oh, oké. Okay. Nou, dat is je zwaard. Hij is echt fucking kut geworden. Er zit knockback 2 op. Nou, bedankt. Oh, blijf in het water trouwens. Blijf in het water. Oké. Want ik ga nog een reactie in beeld laten komen. Ja. En... met een sound effect voor jou. Oh. Wat gebeurt er als je met een knockback zwaard iemand in het water naar beneden slaat? Vliegt hij dan over het water weg of gaat hij naar beneden? Test it, please. Die is van Tijd voor Gamen. En toen dacht ik, hey, ik heb knockback 2 ook op mijn zwaard, maar jij nu ook. Oh, wacht, dan ga ik wel in het water. Ja, ik wou net zeggen, ik word liever niet geslagen. En dan ga jij mij slaan en dan moeten we wel hier en dan kijken we of jij mij naar beneden onder water slaat of dat ik gewoon wegvlieg over het water. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. 3, 2, 1, aanlopen, dan komt ie. Oké. Uit het water. Dat is dus uit het water. Nou, wij hebben het getest. Ta-da-da-da. Kijk eens aan. We zijn een soort van Ghostbusters of zo. De Mythbusters was het toch? Oh ja. Ghostbusters is heel wat anders. Ja, dat is echt iets heel anders. Maar het lijkt wel fucking erg op elkaar. Ja, dat is waar. De namen wel. Oké, je hebt dus de name tag en hier is een anvil. Nu heeft dit allemaal te maken met, dames en heren, een reactie. En die ga ik weer in beeld laten komen door een sound effect van Linktijger. Oh, wacht, komt-ie. En die is van Jeroen Penning. En die zegt, Enzo, noem je Diamond zwaard speelgoedzwaardje. Speelgoedzwaardje? En toen dacht ik, nou, dat klinkt wel echt fucking gevaarlijk. Speelgoedzwaardje. En toen dacht ik, weet je wat? Nu is dat niet één opdracht voor jou. Jij mag zelf een naam verzinnen. Oh, mag ik zelf een naam verzinnen? Ja. Dus ik zou zeggen, verzin iets beters dan speelgoedzwaardje. Nou, dat was ongeveer ook een beetje de naam die ik in gedachten had, maar... Oh, nu doe ik het trouwens weer verkeerd, want ik moet het volgens mij gewoon zo doen. Speelgoedzwaardje. Ja, ik moet het gewoon zo doen. Zo, dat kost even 8 levels, hé, om op mijn zwaard te zetten. Mij kost er maar 1 level. What the fuck? Nu ben ik meteen level 25. Nou, fuck it. Alles voor de opdracht. Kijk eens aan, ik heb mijn naam gegeven. Oh, kom, we gaan uitwisselen. Hoe heet hij voor jou? Zo heet hij. Kijk maar. Speld? Speld. 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 Gewoon serious, like een speld in een hooiberg. Ja, precies. Als ik hem zo meteen daar weggooi, moet jij me gaan zoeken. Ja. Over een hooiberg gesproken. Kijk, dames en heren. Nou, kijk eens aan. Kijk, hij ligt er hoor. ik heb deze hooibergen even afgemaakt naast de aflevering, want dat zou ik nog doen. En nu heb ik hier overal deurtjes gemaakt. En toen zat ik even te denken, waarom heb ik trouwens ooit dit gebouw gemaakt? En toen dacht ik van, oh ja, dat is waar ook. Ik wilde een gebouw maken waar ik allemaal chesten in zou zetten voor items zoals hout. En toen dacht ik van, nou, dit is dus dat gebouw. Dat ga ik nog zeker weten, even een keertje doen. Maar ik ga nu even door de reacties heen, want ik heb er nogal wat. Zo heb ik er eentje nog van Maaike Zonneveld. Ik hou echt van jou en je video's. Word er altijd zo vrolijk van. Ik hoop dat je snel opknapt. Ik had een beetje last van mijn keel. Gelukkig is dat nu redelijk weg. En ik hou ook heel erg veel van jou, Maaike. Heel erg bedankt voor jouw reactie. We gaan dan ook even naar deze paal. Oh ja, dat klinkt heel verkeerd trouwens. Maar ik bedoel... Strippaal? Nee, dat is geen strippaal. Ik bedoel eer... Oh, ik ga even wat ik eerder ook heb gedaan. Toggle downfall. Zo, dan gaat het regen weg. En ook even daglicht maken. Ik vind nacht altijd zo kut in Minecraft. Ja, vooral die mobs die komen. Ja, dat is helemaal irritant. Ik heb hier een muur. En dit is een muur waar ik alle reacties van de kijkers plaats. Gewoon hele toffe reacties. Mm-hmm. Ik hou van je. Ah, is dat niet een lieve? Ah, wat een liefde hier. En nu hadden we ook eentje van Jeroen Penning. Ja. Noem je zwaard speelgoedzwaardje. Oh, nou, dat past er net niet op, maar komt goed. Speelgoedzwaard, ja, kan ook. En ik heb nu eentje en daar ga ik heel veel mensen blij mee maken. En deze reactie die komt nu in beeld van de Pro Games Wissen. Oké. En die zegt, zet een map in de beschrijving en zo! Hashtag Knobbouwer! Dus
De map, de download link van de map staat in de beschrijving. Dus wil jij deze map hebben, dan zou ik zeggen, check het in de beschrijving, download hem en je kan in mijn map spelen. Nou, dat was toeval. Oh, first! Bam! Oh my god. Ja, ik heb meteen een spreekje door. Oh, en het is ook leuk wat je zegt, dat de link in de beschrijving staat. Hey. Oh ja, inderdaad. Ja, jij staat ook in de beschrijving met je YouTube-kanaal. Dus dubbel op. Map in, even kijken, map in, jeetje, ik ben hier slecht in, beschrijving. Kijk eens aan. En even kijken, heb ik nu, ik ga ook die van, ik ga iedereen credits geven hoor. Karel Joren, neem op met Link. Kijk eens aan. Wordt nog wel Link hoor, deze aflevering. Ik heb een speld in de hand. En nu heb ik hier nog eentje van Ellen Neuheit. Wat een prachtige naam. Doe maar met sound effect. Oh. Hoe gaat het met je hoogtevrees en heb je nog andere angsten? Ik heb nog steeds hoogtevrees. Het is nog niet weggegaan helaas. Maar daarnaast heb ik geen nieuwe angsten erbij gekregen. Niet dat ik weet in ieder geval. Heb jij hoogtevrees, Michael? Of Link? Ik noem je wel gewoon Link. Dat vind je fijner, denk ik. Ja, dat vind ik fijner. Oké. Ik heb zelf niet echt angsten, maar als poes zijnde ben ik niet echt zo fan van water. Oh, maar gewoon als... Nou, vroeger heb ik wel een keer een incident gehad in het water in het zwembad. Maar desondanks kan ik wel gewoon in het zwembad zwemmen, maar... Ik voel me minder op mijn gemak in het water dan op het land. Om het zo maar te zeggen. Ah, op die manier. Dus je gaat liever wild plassen tegen een boom dan in het water. Ja, precies. Ja, ik plas altijd wild, dus maakt niet uit. Ah, oké. Zelfs als je thuis bent, dan... Mam, ik ga even een rondje lopen, hoor. En dan weet zij hoe laat het is. Oké, cool. Even denken. Wat kunnen wij nog eventjes gaan doen, deze aflevering? Er zijn een aantal dingetjes waar ik mee bezig was. Maar wat is nou leuk om even met Link te gaan doen? De farm ga ik nog met een kijker doen. Ja. En die speurtocht trouwens die je hebt gemaakt was super tof. Dus nog bedankt daarvoor. Graag gedaan. Het is heel leuk om te maken dus. Het was echt kicken. En oh ja, ik weet iets tofs. Wij gaan gewoon, ik ga het een beetje van jullie jatten. Wij gaan gewoon hier naar boven. En wij gaan een quiz maken. Maar jij had dus met Milan een quiz gemaakt. Of had jij ook die quiz gemaakt? Nee, ik had niet de quiz gemaakt. Die had Joost samen met hem gemaakt. Ah, oké. Okay. Nou, die quiz die is heel erg leuk geworden. Oh, hier gaan we niet nog een keer doorheen. Hoor. Oh, dat gaat naar het doolhof. Dat was echt drama gewoon. Dat is niet normaal. Ga ik wel een andere keertje doen weer. Maar hier was er een quiz gemaakt. En die vond ik echt super tof. Maar nu dacht ik, weet je wat wij gewoon gaan doen? Wij gaan deze gewoon nakken, deze quiz. En wij gaan ook een quiz maken, maar dan voor Milan. Want Milan die had in zijn eigen quiz gewoon al heel veel dingen fout. Oh. Hij had mijn moeder opgebeld en toen aan mijn moeder gevraagd van... Hey, heb jij leuke vragen voor de quiz? En toen had mijn moeder dus een paar dingen gezegd van... wanneer is Shanna geboren? Shen is onze broertje. Mm-hmm. En toen had hij wat antwoorden en hij wist dat niet en ik wist dat wel. Dus daar is hij een beetje voor gezakt. Maar nu dacht ik van, weet je wat, nu ga ik een quiz maken die hij hopelijk wel goed kan doen. En ik dacht, jij hebt vast ook wel wat inspiratie voor leuke vragen. Dus laten we ook een beetje Google gebruiken. Ik bedoel, Google is soms je beste vriend. Ik pak het meteen bij. Dus ik zou zeggen, laten we een vraag pakken met iets van kleuren. Daar zit ik aan te denken. Geen idee eigenlijk waarom. Maar wat gebeurt er als je die kleur met die kleur mengt? En dan moet er een antwoord uitkomen. Oké. Dus ik denk zoiets als rood en geel. Wat wordt dat ook weer? Rood en geel wordt oranje. Oranje, oké, cool. Ja. Gaan we die pakken? We moeten wel een beetje makkelijk beginnen, toch? Ja, makkelijk beginnen. Die moet je wel leren. Want die hebben zelf de kleuterschool geleerd, zover ik weet. Ja, daarom wist ik hem ook zo net niet. Hier heb je de kleuterschool niet gehaald? Nee, heb ik nooit afgemaakt. Hier heb jij wat bordjes. Ik zou zeggen, bedenk gewoon vier antwoorden. Oranje... wel een beetje antwoorden zoals groen en blauw, wat er een beetje op lijkt. Niet in één keer zwart of wit, dat zou echt heel raar zijn. Ik heb bruin ertussen staan. Ja, die is wel goed. Had ik hem? Ah, ik heb hem! Oh, hier zit, ik heb hem! Yes, motherfucker, eindelijk! Deze vlieg zat al de hele tijd te fucken met mij. En nu heb ik je gewoon doodslagen met knolpouwen, bitch. Oeh. Gewoon in het bijzijn van fucking 150.000 kijkers wat. Bam, jongen. Nou, allemaal gecondoleerd naar die vlieg. Even kijken. Wat
voor kleur krijg je als je oranje met rood, hè? Hadden we. Ja. Oranje met rood mengt. Zo, ja. Dat is een lange tekst, past nog maar net op. Oranje, paars, groen of bruin. Ja, en dan kiezen we voor oranje. Oh ja, dan moet er natuurlijk ook een reward zitten in zo'n chest. Oké, okay. En wat zou een leuk reward zijn? Ik denk wel een leuk outfitje. Moet ik me uitkleden hier? Nee. Dat mag je houden. Die rewards doen we wel later. Laten we eerst de vragen doen. Maar nu denken jullie van, dat is hartstikke leuk dat jullie vragen bedenken. Maar ik heb ook echt een superleuke vraag die je er echt in moet doen. Nu komt het. Hebben jullie een leuke vraag? Laat het weten in de reactie. En ik ga 3 vragen onder de video vandaan halen. En die ga ik in deze quiz doen. Dus deze quiz die wordt nog langer. En ik zou zeggen, laat het weten in de reacties. En dan wie weet komt jouw vraag hier wel in voor. Laten wij nu eerst nog even met z'n tweeën gaan brainstormen. Oh ja. Jij kent Milan een beetje. Nou, ik ken Milan al helemaal. Milan, wat ken jij van dan? Ooit heb ik hem ontmoet bij een... wat was het ook weer? Oh ja, het was een bijeenkomst voor mensen die seksverslaving hadden. Oh, okay. En toen had ik hem daar ontmoet. En we hadden gewoon een hele goede klik. Dus uiteindelijk toen kwam elkaar erin gevonden, snap ik, ja. Ja, precies. Ja, no homo. Dus... Dit gaat de hele verkeerde kant op. Milan die houdt heel erg veel van voetbal. Heeft dat ook heel erg lang gedaan. Nu is dat een beetje verwaterd. Maar ik weet nog wel 100% zeker dat hij het een en ander weet van voetbal. En ik denk dat we een leuke vraag moeten verzinnen met Ronald en Frank de Boer. Okay. Ik was namelijk altijd fan van Ronald de Boer en Milan van Frank de Boer. En Ronald en Frank de Boer waren tweeling. En Milan kon het zo goed soms met elkaar vinden. Soms, hè, niet altijd, we hadden soms ook ruzie. Dat wij ook een soort van tweeling af en toe waren. Want dat dachten mensen ook altijd. Van, zijn jullie tweelingen? Terwijl wij dachten van, holy shit, jij hebt een puistenkop en jij hebt het smooth boy. En ik was dan de puistenkop en Milan de smooth boy. Dus dat kan helemaal niet. Okay, ja. Maar dat was een beetje... Nu heb je zo een beetje puist op je, sorry. Ik heb hem hier. Ja, gadverdamme. Ah, gadverdamme, bloed. Waarom moet je die puist nou weer aan mij geven? Gadverdamme. Dus laten we iets verzinnen. Met al iets van, als ik zeg Ronald de Boer, zeg jij. Ja, en dan Frank de Boer. Ik weet de goeie, ik weet wat hij zegt. No? Hij zegt... First! Oh. First! Nee, ik was te vroeg. Die timer, die liegt tegen mij. Shit. Yep, je mag altijd pas first zeggen. Of je mag het wel eerder zeggen, maar dan ben je af. Als het in beeld komt. Dus het staat 1-1, Link. Shit. Ik zat echt zo naar die timer te kijken dat hij bij 0 komt. Terwijl ik het zeg, maar hij liep me in de steek. De vraag. Ik dacht serieus dat je iets wist, maar dat was dus niet. Nee, het valt een beetje tegen hier. Dat is wel een leuke, want hij denkt niet in eerste instantie aan voetbal, denk ik. Dus hoe heten Frank en Ronald van hun achternaam? Frank en Ronald, zo. En dan moeten ze ergens op een bordje staan, de boer. De boer, die zal je hier plaatsen? Ja, is cool. En dan zet ik hier neer de hoer. De hoer? Wat kinderachtig en zo, wat kinderachtig. En hier de snoer. De vloer doe ik hiernaast. Ja, de vloer. Oké, dan gaan we via het goede af. Jeetje, wat kinderachtig. Maar het is wel leuk, wel leuk. Ja, wel leuk. Moeten we nu nog even iets bedenken voor hier? Gaan we weer heel even een beetje brainstormen? Gaan we natuurlijk doen bij een mooie zonsondergang. Oh, dat wil ik wel even zien. In Minecraft. Ja, dat is echt heel erg mooi. Oké, gaan we even naast elkaar staan. Gaan we even piekeren. Even piekeren. Wat doe jij altijd als je aan het piekeren bent? Ik doe heel erg snel mijn handen op elkaar. En dan ga ik zo met al mijn vingers 1 voor 1 zo erop. Ken je dat? Hoe precies? Ja, ik zou zeggen... Dat je zo je handen zo bij elkaar doet en dan om zijn beurt aan gaat tikken, bedoel je? Ja. Ja, nou, tenminste, doe het eens voor bij de webcam. Ik hoop dat wij nu hetzelfde doen. Ik denk dat we nu wel hetzelfde doen. Oké. Okay. En een duimen kan natuurlijk ook, maar dat doe ik echt amper. Ja, niet duimen in mijn mond, maar... Ik zit vaker met 3 vingers dan bij mijn kin en dan zit ik zo een beetje te wrijven, zo. Ja, zo'n denk-emoji of zo. Ja. Even denken. Jeetje, wat is een goede vraag?
Oh ja, we kunnen misschien iets doen met... Ja. Het is ook een beetje een soort van raadsel. Iets met hives. Iedereen weet dat hives is uitgestorven. Ja. Dus misschien dat we iets doen van... hives heb ik altijd als een ziekte gevonden. Tenminste, de naam hives klinkt gewoon als ja, een soort van aids of zo. Het is gewoon een ziekte. Een ziekte. dus dan gaan we gewoon een vraag doen met... hoe heet die ziekte-site? Nee, hoe... ziekte-site? Er was ooit een site. Ja. En de naam was... Nee, dat is veel te lang. Dat was nooit op een bord. Ja, we kunnen ook twee woorden neerzetten. Twee woorden kan je gewoon neerzetten. Of ja. Gewoon vijf woorden, heel verhaal. Gewoon heel die rij helemaal vol je met woorden. Er was ooit een site. En de naam ervan klonk als een ziekte. Ja, ik ga wel zo. Okay. Er was ooit een site en de naam van die site klonk als een... Als een... Ziekte. Een ziekte. Je kon er vrienden op maken. Oh nee, het klonk als een ziekte. Ik heb iets heel leuks nu, iets heel creatiefs. Ja? Dan gaan we even... Oh. Klonk als een ziekte. Kijk, en dan maken we hier nog een bordje. En als hij dan een extra hint wil, dan kan hij op dit bordje kijken. Oké, ja. En dan zet ik hier, je kan er vriend, je kan er... je kon, want het is gewoon overleden. Je kon er vrienden op krijgen en respect geven. Oh, als hij dan niet weet, dan... Ja, dat moet wel. Dus ja, hier... Oh, die hint kan je nog net lezen. Weet is Hives nu wel een spelletje site of zo, dacht ik. Ja, klopt. Maar ik heb er echt nog nooit op gekeken. En heeft vast een reden, denk ik. Ik heb wel één keer gekeken om eventjes gewoon te koekeloeren en het zag er niet goed uit. Ah, oké. Nou, rip. Rip Hives. Wacht, we zetten dan hier neer... Voor de extra hint. Rip. Oh. Oké, daar heb je... Oké, daar heb je Hives. Dat doen we hier gewoon... Kijk dan, Facebook zit ik hier neer. Facebook. Het klinkt een beetje als AIDSboek. Daar moeten we ook iets als een ziekte, hè? Een soort van site. MySpoes. MySpace. En dan doe ik hier MSN. MSN. Oh, MSN. De herinneringen. Ja, oh my god. Oh, god. Oké, ik denk dat ze nu al twee... of hebben we al drie vragen? Gast, we zijn lekker. Is al de derde. Ja, laten we nog even eentje erbij doen. Is goed. Oké, Milan. Wat is een leuke vraag voor Milan? Blijf denken, hè, mensen. Als jullie al één reactie hebben achtergelaten. Ik bedoel, heb jij nog iets leuks wat jou binnen is geschoten? Drop hem gewoon weer eronder. Maakt niet uit. Mag zoveel reageren als je wil. Ik heb denk ik misschien wel een leuke. Nou? Ik neem aan dat jullie misschien als twee broers heel vaak met elkaar aan het gamen waren. Ja, wel redelijk, ja. En Nintendo wat is dan 64. De eerste gameconsole wat jullie samen hadden? Of misschien alleen hadden? Dat hij dat misschien moet raden. Ja, daar kunnen we wel iets mee. Op welke console hebben wij als klein kind belachelijk veel op gespeeld? Ga jij dat allemaal typen? Ja. En dat was namelijk de Nintendo 64. Ah, kijk eens aan. Ja, die heb ik nog steeds. Die staat hier naast me. Ik heb hem ook nog steeds beneden staan. Ja, serieus? Zo ja. Vet. Hij is zo cool. Ik zie alweer een vlieg die dood wil. Oh. Fuck off, vlieg. Ik heb serieus Mario Kart 64 hier erin zitten. Wacht, ik haal hem even eruit. Ik wil hem wel zien nu. Kijk, dames en heren. Ta-ta-ta-ta. Nu in de webcam, in beeld. Mario Kart 64. En jongen, dit is geniaal. Je hebt nu gewoon serieus fucking SD-kaartjes voor bijvoorbeeld een GoPro. Die echt gewoon een vingertopje klein zijn met 64 gigabyte erop. En hier heb je gewoon Mario Kart 64. Wat gewoon echt je hele hand vult. Ja. En het is misschien 10 MB wat erop staat of zo. Als het maximaal is, ja. Het is toch bizar hoe snel dat kan gaan. Oké, dan zetten we hier neer Nintendo 64. Maar ik ga wel een beetje een tricky doen. Ik zet namelijk hier neer Game Boy Color. Daar hebben we ook belachelijk veel op gespeeld met z'n tweeën namelijk. Maar Nintendo 64 toch iets meer. En wat we ook een hele tijd hebben gehad.
Dat was een console. Ik weet niet of jij dat misschien weet. En daar kon je ook ducks op schieten, die eenden. Oh ja, dat had ik ook vroeger. Hoe heette dat ook weer? Oh, ik weet niet wat het heet. Het was een of ander geweertje wat je had. En dan schoot je op je beeldscherm. First! Over! Ja, deze heb jij gewonnen. Yeah! Ja! In ieder geval, je zat dan met je geweertje op je beeldscherm te schieten. En dan ging je die eentjes schieten. Dat was Duck Hunt Duo of zo. Ja, Duck Hunt was dat. Ja. Alleen, ik weet niet hoe die console heet. Je had namelijk de Nintendo 64, maar volgens mij had je nog een console daarvoor. Ja, ik ga het even googlen hoor, nu. Oh yeah, motherfuckers. Zien jullie hem daar? Hij is kleiner dan de vorige, maar ik heb weer een vlieg doodgemaakt. Motherfucker, anders had je me weer gestoken. Strontvlieg. Echt waar, jongen. Een paar dagen geleden had ik echt serieus 3 muggenbulten onder mijn voeten. 2 links, 2 rechts. Onder je voeten? Ja, onder mijn voeten. Ja, het is echt belachelijk gewoon. Ik heb het hier gezien, de NES. De NES? Ja, de NES. Ze zeggen dat Duck Hunt Duo voor het eerst op de NES was. De NES. En hoe schrijf je dat? Gewoon de NES, zoals je het zegt? NES, alles met hoofdletter. Oké, dan doen we hier gewoon NES. Ik heb geen idee of Milan dat überhaupt wel kent. Maar ik denk dat dat nog wel een redelijke moeilijke vraag is. Dit zijn wel echt hele leuke vragen. Nogmaals, kijkers, ik ga er 3 vragen uit pleuren. Dus, of uitzoeken. Dus pleur je reactie eronder. Linktijger, ik bedoel Link. Ik weet niet. Linktijger vind ik een hele coole naam. Maar ik voel me toch wel een beetje... Oké, ik ga niks meer zeggen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Raaf het alsjeblieft zelf erop. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet nog niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Check even links kanaal in de beschrijving. En hopelijk check jullie morgen weer bij een gloednieuwe aflevering om 7 uur. En zoals ik bijna altijd zeg, dikke, vette peace. Knol Power.